Mooi. Ik zie op een kleine bioscoop een plek waar je kan zingen, een plek waar je kan dansen. Van alles en nog wat. Ik dacht echt van, oh, ik vind het zo leuk. Dus ik had aan mijn mentor verteld van, ik wil eigenlijk vaak naar hier komen. Want ik doe eigenlijk ook bijna niks thuis. Hè. Nu ook met corona natuurlijk, maar ook gewoon zelf. Dus ik dacht van, ja, ik ga echt komen, want daar kan je zingen. Want ik hou heel veel van zingen en dansen. Dus ik ging in gesprek met Tess. Toen had ik gezegd van, ik wil vaker naar jullie komen. Wat moet ik doen? Niet en dat. Ze zei gewoon, je mag gewoon komen van jij veelt en zo. En zo ben ik naar je gekomen en ik ben super blij dat ik hier ben. Nou, heb je de niet-coronatijden en wel-coronatijden? Wat is het grote verschil voor jou persoonlijk? Oh, wauw. Alles. Alles? Alles is veranderd. Ik kan zeggen dat, zoals ik had gezegd, ik heb heel veel dingen meegemaakt. En als je dat hebt, krijg je heel gevoelens tegelijkertijd. Je voelt depressief, soms ben je blij, soms denk je van, wat gebeurt allemaal? En zoals ik zei, je begint met een nieuwe opleiding. Je kan niet eens naar school, je kan je klasgenoten niet zien, je kan niks doen. En ook ja, omdat ik ook ziek ben, het werd een beetje vervelend, want je moet extra voorzichtig zijn. En ja, het is gewoon lastig. Je kan niks doen. Ik zie mijn vrienden bijna nooit. En ook ja, mijn ouders zijn ook bezorgd. Ga niet naar buiten, doe dat niet en zo. Op mijn verjaardag kon ik niet eens vieren. Is heel moeilijk voor veel jongeren, maar uit mijn eigen ervaring vind ik heel lastig, want het is nog in een andere land. In Afrika, ik hoor dat in Afrika mensen gaan gewoon naar buiten, want daar is warm. Maar hier is koud en dat helpt niet, dus het is heel lastig. Tijd, maar we hebben wel geïnventariseerd van wat bij onze kerngroep, van waar ligt nou de behoefte bij jullie. En toen was er heel erg wel een roep om, hoe kunnen we zelf zo mentaal, maar ook fysiek fit mogelijk blijven in deze tijd. Hoe ga je om met angst rondom corona en al die onderliggende klachten die je misschien wel of niet hebt. Dat zie je wel, dat daar wel een behoefte aan is. Aan ook mentale gezondheid. Hoe blijf je mentaal gezond? Kon je zeggen online, maar hoe werkt dat precies? Via wat? Nou, wij zijn in. We hebben in november. Was eigenlijk al een plan om een lessenreeks te organiseren rondom technologie. Nou ja, dat was eigenlijk. Hadden we dat nog wel wat eerder kunnen doen, want toen ging de OBA dicht, waar wij normaal gesproken de bijeenkomsten organiseren. En toen. Hebben we eigenlijk een beetje individueel uitleg gegeven over gebruik van laptop. En we hadden ook via de laptopactie van de gemeente Amsterdam een aantal laptops gekregen. En dat ging eigenlijk heel goed. Sindsdien zit er een vrij vaste groep deelnemers op Zoom elke week. Zijn we in ieder geval via Zoom gestart. En nu dus ook weer voor een deel, omdat er ook een deel van de deelnemers niet op Zoom kan komen, zijn we ook weer in de meevaart gelukkig. Dus we zijn ook heel blij dat we weer de andere deelnemers ook weer kunnen zien, al is het in een klein groepje. Dat is heel, heel fijn. Hoe lossen je leeftijdgenoten dat op? Dat gevoel van verveling of niks te doen hebben? Nou, ik denk een beetje, je moet een beetje jezelf van maken of zo. Of je doet thuis dingen, wat heel veel mensen die ik omga, die sporten nu veel thuis. Of doen workouts, of gaan meer hardlopen buiten. Dus of sporten. Of je kan nog wel op bezoek gaan, zeg maar. Soort van. Dus misschien toch met een vriendin of vriend afspreken. En meer kan je niet echt doen. Nee. Dus ik denk gewoon het beste ervan maken. Ja, dat snap ik. Dan maak je dit schooljaar, je weet natuurlijk niet hoe lang het duurt, maar het zal nog tot en met het eind van dit schooljaar dat corona blijft. En dat je dus gewoon een heel jaar online les hebt gehad. Ja. Best wel een vreemd jaar natuurlijk. Hoe doe je het op school? Gaat het goed? Ja, school gaat goed, maar het is raar of zo deze tijd. Ja. Je wilt gewoon weer dat ik weer naar school kan, dat je weer met iedereen bent. Ja. Dus dat is gewoon jammer. Ja.
begrijp het. Nou ja, dan ben je hier natuurlijk actief en dat is dus naast de school voor journalistiek die je doet in Utrecht. Ja. Oké, maar het vult elkaar aan, want hier ben je ook met fotografie en film en interviewen bezig. Ja, dus dat is wel een goede combinatie. Ik kan hier mensen interviewen. Ja. En ik doe het ook een beetje voor, ja, ook voor jezelf en een beetje voor school. Ja. Kan ik mezelf meer ontwikkelen, ja. Meer kennis met andere mensen maken. Dus het is een beetje, het is voor school, maar het is ook wel een beetje dat ik het leuk vind voor mezelf. Ja, precies, ik snap het. Het is een goede combi, ja. Ja. Vertel eens over de beslissing die jullie hebben genomen om open te gaan voor die meiden. Waarom eigenlijk? Ja, in principe zijn wij sinds de eerste lockdown vorig jaar zijn we maar 3 weken dicht geweest. Ja. En daarna open. Dus wij zijn eigenlijk nooit gesloten geweest. We hebben wel ons werk aan moeten passen. We hebben ook veel zeg maar buiten gedaan. Dus de midzomer Mokum hebben we toen gedraaid, 6 weken lang in de zomer. Dat was echt te gek. Dus dan kan je je werk toch nog doen in groepen en ook gewoon met tieners en jongeren. En het centrum is toch open gebleven omdat er zijn toch wel veel jongeren, noemen ze kwetsbare jongeren, maar eigenlijk is iedereen in zo'n crisis kwetsbaar. Die hebben ons toch echt nodig. Dus die zoeken toch contact met jou op als jij alleen maar thuis zit. Voor jongeren is dat denk ik extra vervelend. Ja. Is dat wat je bedoelt met kwetsbaar? Want dat interesseert ja, me wel. Ja, want dat is eigenlijk kwetsbaar. Ik bedoel, er zijn zoveel jongeren die lopen echt toch wel met veel problemen rond. En door de crisis is dat eigenlijk alleen maar meer geworden. Ja. Ja. Wat voor soort problemen? Ja, schoolproblemen. Veel jongeren haken af. Veel jongeren kampen ook met depressieve gevoelens. Komen in financiële problemen. Problemen thuis. Of willen gewoon hun ei kwijt. Of gewoon tegen iemand aankletsen. Iemand die luistert. Of ja, je hebt natuurlijk ook jongeren die echt doelgericht iets doen. Met muziek of dans of wat dan ook. Ja, die hebben dan ook een probleem. Ja. Die kunnen dan ook niet ergens terecht. Ja. Als je nou iets zou mogen zeggen tegen de bewoners van Amsterdam-Oost of de Indische buurt, wat zou je dan tegen ze zeggen? Zorg goed voor elkaar, voor jezelf. En ik wil wel één ding echt doordragen. Onderschat corona niet. Dat is echt één ding wat ik wil. En zorg goed voor elkaar. Respect voor elkaar. Wees goed voor je buurman, buurvrouw. Want samen bereik je heel veel. Ja. En als we elkaar kunnen helpen en ondersteunen. Ja. En op zo'n manier kunnen we een mooi netwerk bouwen, waarom niet? Ja, dus wat ik eigenlijk wel voor mijn mensen, wil de anderen ook. Dus ik denk samen gaan we meer bereiken dan iedereen in zijn eigen vel. Ja. Ja. Dan hoor ik je zeggen een gezamenlijk doel. Kan je dat omschrijven? Wat is dan doel? Een gezamenlijk doel. Dus bijvoorbeeld als ik praat over mijn doelgroep. Ja. Het is gewoon mensen uit eenzaamheid helpen. Laten participeren in het maatschappij. Het sociaal contact. Ik heb ook de laatste jaar ook contact gezocht met mantelzorgers, waar ik eigenlijk ook iets kan voor ze betekenen als ze lekker een uurtje kunnen zwemmen. Ik heb ook wel eens gehoord, tenminste dat hoor ik doen, mag nu een paar jaar meedoen met de Internationale Vrouwendag. En wat ieder jaar terugkomt is, vrouwen hebben een bepaald soort power, hoor ik dan. Een bepaald soort kracht, een bepaald soort power. Mm-hmm. Wat denk je dat ook? En zo, ja, wat is dat dan? Wat denk je? Als ik eerlijk antwoord mag geven, ik denk dat eigenlijk ieder mens dat heeft. Maar een vrouw is uniek. Ja, niet dat mannen niet uniek zijn, maar want dat zou ook een beetje raar zijn. We hebben elkaar gewoon nodig. En er is toch wel ook vaak toch wel ongelijkheid, ook tussen mannen en vrouwen. Ik bedoel, natuurlijk, we zijn niet hetzelfde. Maar als ik als vrouw directeur ben en een man is directeur, dan mogen we ook gewoon hetzelfde betaald worden. Dus dat soort dingen vind je belangrijk? Ja, dat vind ik wel belangrijk, ja. En dat je ook niet zeg maar eigenlijk weggezet wordt omdat jij vrouw bent. En die man zou dat beter kunnen. Okay. Ja, daar kunnen we nog wel, denk ik, punten op scoren. Ik zou zeggen, het is moeilijk om positief te blijven. Maar doe het toch en zoek iets wat je leuk vindt. Lees een boek. Of doe gewoon iets wat je leuk vindt. Of dingen wat je totaal niet zou doen vroeger of zou kunnen. En doe dat gewoon nu. Wat ik zou willen zeggen is dat vrouwen elkaar niet alleen maar moeten ondersteunen op 8 maart. Maar eigenlijk altijd. Dus niet alleen
tijdens de Internationale Vrouwendag. Dus ook niet elkaar in de weg lopen of als het geen Internationale Vrouwendag is. Dus gun elkaar ook een beetje, zeg maar, ze gun elkaar. Ik zou zeggen, hou vol. Ja, probeer het vol te houden. Het is heel moeilijk, maar hou het vol. Ja, dat. Nou ja, als je ergens tegenaan loopt, moet je gewoon met je omgeving praten of met contact zoeken met bijvoorbeeld een jongerenwerkster. En je moet gewoon over je gevoelens praten, nu ook in deze tijd. Het is gewoon zwaar. En als je het niet over, als je er niet over praat en ergens mee zit, dan gaat het opstapelen. Ja. Dus ik wil tegen alle jongeren zeggen dat ze gewoon, ze moeten gewoon doen waar ze zich goed bij voelen. Ja. En gewoon hulp zoeken als het nodig is. Ja. Als je nog leeftijdgenoten hebt, mensen van rond jouw leeftijd, 18, 19, 20 jaar. Uh-huh. Sommigen die blijven wel gewoon de hele dag thuis en alleen maar op hun telefoon. Als je nou iets tegen ze zou willen zeggen, wat zou je dan tegen ze zeggen? Ik zou zeggen, vergroei je elke dag. Je blijft niet voor altijd jong. 6 jaar geleden was ik 13, vandaag ben ik 19. De tijd gaat heel snel, je moet gewoon genieten. Kijk, er is wel corona, we moeten allemaal voorzichtig zijn. Maar als je tenminste naar buiten kan gaan met vrienden, praten. Gewoon iets doen wat je echt leuk vindt om te doen. Bijvoorbeeld dansen. Je kan gewoon naar buiten gaan. Iemand gaat een video van je maken, jij aan het dansen. Dan moet je gewoon doen. Want je blijft niet voor altijd jong. En dit is een verhaal wat je later aan je kinderen of weet ik veel, dat je kan vertellen van we waren in een moeilijke situatie, maar toch heb ik iets gedaan. Dus ik zou zeggen, je moet gewoon genieten. Niet te veel aan die problemen focussen, maar probeer een beetje afleiding te zoeken. Zoals je zou moeten zeggen, dit is mijn dagelijks woord. Wat zou je dan zeggen? Dat zou ik zeggen, kijk naar elkaar door gewoon even te groeten. Voel je niet beter dan de ander? Knik. Groet, vraag gewoon hoe gaat het? Dag, en hoe gaat het? Nou, zo kan je mensen makkelijk benaderen. En als er wat is, dan. Ze zien je vaak, ze gaan je groeten. Ze denken, oh, deze is ook. Hè, even een groet naar iemand dagelijks. Een groet doen, doet al veel. Welkom terug. Och, wat een prachtig document van allemaal krachtige vrouwen hier uit de wijk. Het is toch heerlijk om naar te kijken. Mocht je pas later ingeschakeld zijn, welkom op de 6e editie van Internationale Vrouwendag hier in Amsterdam-Oost. Ik ben Esther van der Voort, jullie host van het debat wat we hier gaan doen. Het thema is invloed met impact. De impact die vrouwen hebben op maatschappelijke thema's. En ik heb een tafel vol met gasten. We hebben net al een vooraf aan de film even Nevin gehoord over haar motivatie om vooral ook de Internationale Vrouwendag op de kaart te zetten. Nou, niet alleen op 8 maart, maar eigenlijk gewoon altijd. En ik ga langs al onze gasten om even te vragen, wie ben je en waarom is dit voor jou zo belangrijk en wat is invloed met impact voor jou? En ik begin bij onze enige man aan tafel. En niet minder uniek hebben we net gehoord. Dus Maarten, welkom. Internationale Vrouwendag. We hebben in het filmpje prachtige thema's langs horen komen. Ik heb je veel zien knikken en schudden. Invloed met impact, wat betekent dat voor jou? Nou, heel veel. Wat je in het filmpje ziet is waarom ik zo trots ben op Oost. Want er is helemaal niks afgedreven aan wat hier verteld wordt. We hebben echt ontzettend veel fantastische vrouwen die echt Oost dragen. Die zeker in deze tijd, die samenleving, het is niet alleen de kracht zijn, maar ook de veerkracht zijn. Wat nu nodig was, was echt heel veel improviserend vermogen en precies doen wat op dat moment nodig was. Voedselhulp, er voor elkaar zijn, kinderen van elkaar opvangen als het nodig was. En dat is wat ik gezien heb het afgelopen jaar. En dat is volgens mij ook precies de impact waar het hier om gaat. De kracht die vrouwen het afgelopen jaar hebben laten
laten zien in een stad zoals Oost. Ja, en je, natuurlijk zijn er ook heel veel mannen actief, hè? Laten we dat even niet vergeten. Maar wat is nou die extra kracht en die impact die vrouwen brengen als het gaat om maatschappelijke thema's? Wat zie jij dan? Nou, wat ik zie is een hele grote motivatie in de eerste plaats. Hoe ze het doen, ik vind het echt ontzettend knap. Ik heb zelf ook 4 kinderen en ik heb er een beetje beeld bij, maar ik kom heel veel vrouwen tegen die dat ook thuis ook nog eens hebben. En die wel gewoon elke dag hier op straat staan om alles te doen wat er nodig is voor de buurt. Ja. En daar heb ik dan gesprekken over en ik heb er alleen maar ongelooflijk veel waardering voor. Ja. Mooi. Nou, we gaan er straks over verder. Dank je wel, Maarten. Fijn dat je er bent. Ik ga naar Deo. Ontzettend fijn dat jij er ook bent. En ik ga je vragen zo jezelf te introduceren. Maar ik wil je vragen om daar iets in mee te nemen. Want wij waren net in de voorbespreking met elkaar koffie aan het drinken. En jij liet heel trots je speldje zien. Kan je zeggen wie je bent en waarom en wat je motivatie is? Ja, ik weet niet of de camera kan inzoomen op het speldje. Ik weet niet of dat lukt. Maar er staat vrouwen kiesrecht. Dat staat hierop. Ik ben bestuurder bij de FNV. Ik werk daar eigenlijk al heel erg lang. Ik was een van de eerste vrouwelijke medewerkers boven de typkamer toen de tijd. Dus ik heb daar ook behoorlijk wat meegemaakt. Waarom ik Vrouwendag zo vreselijk belangrijk vind, is dat er gewoon gerechtigheid moet zijn. En ik zie heel veel onrecht in onze samenleving en heel veel ongelijke behandeling. En dan gaat het ongelijke behandeling tussen groepen. Maar wat het meest opvallend is dat de meeste ongelijke behandeling echt plaatsvindt tussen man en vrouw. En dat is eigenlijk heel erg jammer, want bedovergrootmoeder die heeft toentertijd gevochten voor het vrouwenkiesrecht. Pas in 1909 mochten vrouwen zowel passief als actief gekozen worden in het parlement. En mijn moeder vertelde mij toen ik 8 jaar oud was dat zij pas in 1956 haar eigen bankrekeningboekje mocht hebben. Dat zij pas sinds 1956 niet meer aan mijn papi hoefde te vragen of zij geld mocht hebben om kleren van te kopen of eten. Of een wasmachine bestond nog niet eens in die tijd. We hadden toen zo'n grote ding. Ik weet niet, zo'n ketel hadden we in de keuken. Maar dat is pas sinds 1956, jongens. Dat is nog geen eeuw geleden. Onvoorstelbaar, toch? Het is echt onvoorstelbaar. En toen mijn moeder dat tegen mij vertelde, ik was 8 jaar oud, toen ben ik zo boos geworden. Toen had ik zoiets van, ja, maar hoezo ben ik minder dan iemand die als man is geboren? Wat is dit, weet je? Ja. Dus vanaf dat moment ben ik feministe en dat heb ik meegenomen natuurlijk ook naar de vakbond. En daar hebben we inmiddels heel veel andere vrouwen die samen met mij daar aan het werk zijn. En ook allemaal voor de sociale gelijkwaardigheid. Maar we zijn er nog lang niet. Er zijn nog steeds loonverschillen tussen mannen en vrouwen. En dat is niet zozeer in de loongebouwen die in de cao staan, als wel bij het aannamebeleid. Vrouwen die worden dan meestal lager ingeschat als een man met exact dezelfde ervaring en dezelfde opleiding. Ja. Dus er is nog heel erg veel te doen. En daarom vind ik het leuk om hier vanmiddag mee aan deel te nemen. Mooi, fijn. Fijn dat je er bent. Sascha? Ja, jij is lang niet afgesproken. Hier gezagend, dus je bent... Ik ben blij met de uitleg van Deo. Want ik sluit me daar ook volledig mee aan. Ik kom net uit een leuke Zoom-meeting waarin ze het hadden over feminisme. En daarin kreeg ik het beeld van dat het voor veel mensen betekent mannen haten. Terwijl dat niet het geval is. Dus vandaar dat ik die voorbeeld mooi vind. We vechten gewoon voor gelijke kansen, gelijke rechten. Ja. Daarom vind ik het belangrijk om stil te staan bij Internationale Vrouwendag. Waarin het heel belangrijk is om de vrouwen te stimuleren gebruik te maken van de mogelijkheden die we hebben in het land. Dus ik pak het met alle kansen aan. En als het thema is invloed met impact, zet jij je invloed in om impact te maken? Ik geef altijd aan wat een man kan. Kan een vrouw beter soms, want volgens mij kunnen we veel meer. Het enige wat een man niet kan, denk ik, is een kind baren. Voor de rest kan een vrouw precies hetzelfde wat een man ook kan. En zelfs tot als het gaat om bodybuilders zijn. Ja, die zijn er ook. Dus ik vind het al heel krom en ik word er heel boos om als er verschillen worden gemaakt tussen mannen en vrouwen.
Ik heb een Italiaanse man thuis, maar hij weet wel dat hij geen verschil moet maken. Dus dat zegt wel voldoende. Ja, mooi. Fijn dat je er bent. Fijn dat je bent. Aurora, ik wilde graag naar jou. Wat is het wat jij doet en waarom is dit thema voor jou zo belangrijk? Ik ben aan het werk als beleidsadviseur diversiteit en inclusie bij de Belastingdienst. Ik vind dit een belangrijk thema, maar dan meer vanuit de breedte. Hè. Ik profileer mezelf graag als meervoudige minderheid, omdat dat blijkbaar zo is. En ook om het vooral voor mezelf scherp te stellen, om mezelf even wakker te houden. Waarom? Ik zie mezelf niet graag als slachtoffer of zo. Ik heb mezelf ook nooit zo gevoeld. Maar als je dan inderdaad over onderzoeken hoort en cijfers over beloningsverschillen, maar ook over verschillen in beloning tussen mijn Nederlandse collega's en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, dan word je wel met je neus op de feiten gedrukt. En dan denk ik, Aurora, het is echt. En je kunt nooit goed weten in hoeverre je daar zelf last van hebt gehad. Maar ik denk dat dat toch wel zo is. Het is gewoon een feit. En ja, vanuit dat belang heb ik gewoon de ambitie om toe te werken met elkaar naar een inclusieve Rijksoverheid, maar ook een inclusieve samenleving. Ja. En mijn vrouw zijn speelt daarbij natuurlijk ook een belangrijke rol. Mooi, mooi. Ja. En je bent gevraagd, toch, door de Belastingdienst om dat te komen doen? Nee, ik ben niet gevraagd, hoor. Ik heb gewoon moeten solliciteren, net als iedereen. Oh, ik dacht dat ze je speciaal hadden gevraagd. Nee, dat zou heel mooi zijn. Ja, ik zou gewoon iedereen in die wagen laten hebben. Gewoon, ik stel die vraag en jij zegt, ja, natuurlijk. De meeste mannen zouden dat gedaan hebben, denk ik, trouwens. Toch of niet? Dat denk ik wel. We hebben zelf ook nog wel een stapje te zetten, hè, om die brutaliteit, denk ik. Beetje bluffen. Overnemen. Ja. Dus vanaf nu, als iemand dat vraagt, dan ben je gevraagd. Ja. Chika, jij bent ook bij ons hier. Heel fijn, welkom. Jij wilt in ieder geval vertellen wie je bent, maar je hebt ook iets meegenomen om dat nog even te ondersteunen over waarom je dit thema zo belangrijk vindt. Je bedoelt dat bedoel ik. De koffie hadden besproken. Mijn naam is Chika Verhooyen, inderdaad. En ik ben de initiator en oprichter van Stichting Sterk. En wij doen een heel mooi project vanuit de stichting. En dat heet Strong, Supporting the Rights of New Generations. Nou, dat is al dat zegt al wat. Waarom ik het belangrijk vind om ook hier aan tafel te mogen zitten, is inderdaad in het kader van de Internationale Vrouwendag, is voor mij persoonlijk meer een enorme eer en ode betoog aan de vrouwen die hebben gezorgd dat wij eigenlijk hier aan deze tafel met elkaar kunnen zitten. En over alles kunnen spreken en dat wij dus ook gewoon kunnen stemmen binnenkort op wie we maar willen. Dus daar ben ik zeer dankbaar voor. Zelf richt ik mij op de mensenrechten en dan specifiek de kinderrechten. Waarom ik dat belangrijk vind is dat kinderrechten zijn amper of niet bekend bij de kinderen. Dat is al eigenlijk een schending van hun recht, want een van hun rechten is recht op informatie, bijzonder belangrijk. Een ander recht wat ik ieder jaar terug wil laten komen, en dat is dan tegenwoordig gelukkig ook via de Week tegen Kindermishandeling, is het recht op alle vormen van bescherming tegen geweld jegens onze kinderen. En ik kan daar natuurlijk inhoudelijk dieper op ingaan, maar dat is nu even niet de bedoeling. Dus alles heeft met elkaar te maken. Ja. Dus dat even in het kort. Ja, mooi, prachtig. En tijdens koffie zei je inderdaad, ik ben in de voorbereiding op dit debat natuurlijk bezig met het thema en ik kwam een gedicht tegen. Ja. En dat wil ik eigenlijk even voordragen. Ja. Is daar tijd voor? Zeg ik, nou, ik, als die camera rolt, ben ik de baas. Dus ja, daar is tijd voor. Hartstikke mooi. En ik ben een heel verlegen type. Ik overwin het iedere keer. Dus het lijkt allemaal heel stoer, maar ik ben heel erg zenuwachtig. Maar dit gedicht is van Khalil Gibran. En het is een korte versie in het Engels. Voel ik me ook altijd een beetje onzeker in. Maar ik dacht, voor de verstaander vind ik dit echt zo'n
mooie, diepe, diep gedicht. Wat ieder levend mens, ziel aangaat. Ja. Ik ga het proberen. Ja, nou, jij bent het. Your children are not your children. They are sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And they belong not to you. You may give them your love, but not your thoughts. You may house their bodies, but not their souls. For their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. No. Ja, Neville, je zegt prachtig, hè? En wat, yeah. wat zegt dit voor jou? Nou, ik vind het ook, wat je ook zei over jezelf, hè, dat je het al ingewikkeld vindt om dit voor te dragen. En toch heb je het zo prachtig voorgedragen, dat als eerste. En het onderwerp inderdaad, hè, dat gaat ook over hoe je met je kinderen moet omgaan. Dat het zelfbewuste wezens zijn die je moet koesteren. En zonder rollen, gedachten... te proberen te vormen, dat moeten ze zelf doen. En als we hebben over vrouwen en mannen, dan merk je al dat het al heel erg al vroeg begint. Hè? Ja. Jongetje mag dit niet, of jongens mogen veel, en meisjes moeten maar binnenspelen. Nou, daar ontstaat het eigenlijk. In de kindertijd begint al die rolverschillen al te ontstaan. En dat moet, daar kunnen ouders een hele grote rol in spelen. Ja, maar dat is wel grappig, hè? Want we hadden het net even gekscherend over Aurora, dat ik zei van, ben je gevraagd, maar, hè, en neem je rol. Maar als vrouw zijn wij, Maarten gaf het ook al aan, veel vrouwen hebben veel kinderen thuis en doen daarnaast ook werk. Maar we zijn ook de opvoeders. Wij hebben dus ook invloed op de volgende generatie. Zeker. En vrouwen spelen daar een hele grote rol in. Dus hoe meer ze bewust zijn over die rolverschillen en ook wat zij daaraan willen doen. Ik denk, kijk, emancipatie en hebben we ook uiteraard mannen nodig. Een emancipatie zonder de mannen en gelijkwaardigheid gaat niet lukken. Dus in die zin denk ik dat vrouwen juist ook een grote rol kunnen spelen in het doorbreken van die rollen. En dat begint met kinderen, denk ik. Prachtig. Ja, want het is gek, hè, dat inderdaad, jij zei het al, van als je het hebt over Vrouwendag, is het mannenhaten dag eigenlijk tegelijkertijd. En dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Maar ik merk ook in mijn directe omgeving, vrouwen die kunnen wel haatdragend over de mannen praten en spreken. Want dan is het die klootzak dit of zus of hij en toen en weet je wel, al die toch wel een heel negatief geladen, dat herkennen jullie waarschijnlijk ook wel, dat je dat tegenkomt. En misschien een hele rare sprong, ik heb zelf geen kinderen, maar diezelfde vrouwen en vriendinnen ook die ertussen zitten, die zijn wel moeder van ook zonen. Ja. Dus en ze komen ook via de man tot aan de kom. Ja. Dus ik vind dat soms een gekke. Nou, ik het denk is ook dat we het best ook eens een keer op een ander moment ook eens durven aan te gaan om het allemaal eens even uit elkaar te trekken, zoals we het nu hebben bedacht en hoe we het nu doen. Ja, nou, iedereen wil reageren. Eerst Deo even. Maarten, ik heb jou ook gezien. Ik check ondertussen even, hebben wij de Zoom-mensen nog daar waar ik iets mee moet? Of kan ik die gewoon gezellig laten kijken? Ik hoor het wel. Deo. Ja, ik wou er even wel op ingaan. Want als vrouwen zo doen, dan zegt dat wel iets over hun relatie.
En een beetje zoals generaties voor ons zie je dat er ook vandaag de dag nog heel veel mensen blijven hangen in relaties die eigenlijk niet goed zijn. Een liefde die over is of een liefde die omslaat in irritatie, ergernis en inderdaad soms zelfs haat. Nou, daar heb je dus hele akelige gevolgen van. Ik bedoel, de hoeveelheid aanvallen op vrouwen sinds corona is weer enorm gestegen. Maar even los daarvan, mensen zitten dan vast in een afhankelijkheidsrelatie van elkaar. En dat heeft er veel mee te maken dat de vrouwen eigenlijk al heel vroeg na school of al in de relatie of al bij het krijgen van kinderen, dat zij dan pasjes terug doen op het gebied van banen, ambities, ontwikkelingen en financiële onafhankelijkheid. En die financiële onafhankelijkheid die werkt negatief uit op de onderlinge relaties in een huwelijk, maar juist in huwelijken die eigenlijk helemaal niet goed meer gaan. En dan krijg je dit soort gedrag en dit soort scheldpartijen en dan wel zijdelings en tussen haakjes en tussen de kommaatjes door. Maar dat verraadt eigenlijk een ergernis over de afhankelijkheidsrelaties. Ja. Ik vind het een hele mooie duiding en verduidelijking. En ik wil eigenlijk een dubbel bruggetje leggen. Want ik wil Maarten, jij wilt ook heel graag reageren. Maar jij gaf ook aan, ik zie heel veel vrouwen hier in de buurt vrijwilligerswerk oppakken. Dat heeft misschien ook te maken met wat Deo aangeeft. Van ja, binnen een huwelijk ga je toch vaak als vrouw in die afhankelijkheidsrol. Je gaat voor de kinderen zorgen, dus je neemt wat afstand van je werk. Dus je komt in het vrijwilligerswerk. Dat is eigenlijk een soort voorschotje en dan gooi ik hem zo naar jou toe, Maarten. Ja, nee, dat is een goed onderwerp. Overigens vind ik deze dag mag prima gebruikt worden om mannen te prikkelen, hoor. Dat is alleen maar heel goed, denk ik. En het is juist ook te betrekken in het gesprek. Dus in die zin zeer met Kaag en Ploemen eens die dat punt de afgelopen dagen nog gemaakt hebben. Laat die mannen ook opkomen. Dat is echt het kenmerk van solidariteit. Maar het is inderdaad wel een goed bruggetje. Want ik zei dat net, hoe trots ik ben op wat ik vrouwen zie doen. Vaak in het vrijwilligerssegment. Dus dat is fantastisch om te zien. En het is nog steeds groeiende. Als je ziet wat Prachtvrouw het afgelopen jaar heeft opgebouwd. Wat Shazia doet, waar de dappere dames mee bezig zijn. Dat is echt, de tijd dat ik hier die 3 jaar zit. En Nevin overziet dat als mijn voorganger nog langer. Zit daar wel een ontwikkeling in. Maar ik kijk er op 2 manieren naar. Enerzijds hoor ik steeds vaker vrouwen die zeggen, ik mag nu meedoen van mijn man. Dan was ik bij Warda en die zegt, ze is er vandaag voor het eerst bij, want haar man vindt het nu ook goed. Nou, dat vind ik op zich een best een rare uitspraak, maar in zijn context kan ik hem wel begrijpen. Het is al een hele stap om vanuit wat je misschien cultureel gewend bent, vooral thuis te zijn, mee te doen in zo'n netwerk en lange tijd langzaamaan die taken op te gaan pakken. Dus ik vind dat goed, dat daar ontwikkeling in zit. Het is ook een vorm van emancipatie. En dat moeten we ook benoemen. Maar vervolgens zie je ook vrouwen die groeien zo ver door. Dat ik denk, wat jij nu vrijwillig doet. Als jij nu zou gaan werken. Ja. Hè, hoe ga je je gezin dan verder helpen? Als jij op maar een kwart of voor de helft zou gaan bijdragen aan het gezinsinkomen. En dat is ook echt een stap die we moeten zetten. Wel nu bijna in coronatijd. En waar ik dan benieuwd naar ben, want je zegt, hoe help je dan je gezin verder, maar ook hoe help je jezelf absoluut verder. Hè? Wat ik zie aan initiatieven hier in de buurt, denk ik, nou ja, dat zouden toch gewoon eigenlijk betaalde banen moeten absoluut zijn. Absoluut. En dat moeten we ook naar streven, vind ik, hoor. Dat is ook echt iets waar we zelf als overheid naar kunnen kijken. Want dat is gewoon werk wat er gedaan wordt. Het is niet alleen vrijwilligerswerk, maar we zijn ervan afhankelijk. Ja. Maar, we hebben daar ook een discussie. Ja. Er wordt hier een lekker salarisonderhandeling gedaan. Alleen dat moet geregeld worden. Dat geld is er nu nog niet. Maar dat moeten we eigenlijk wel gaan voorkomen. Daar zitten meer banen in. Maar tegelijkertijd is het ook, kijk, nu, corona heeft echt een gat geslagen in heel veel sectoren. Maar lange tijd, er zijn nu 26 hotels in Oost. Ik was met die hoteliers in gesprek. Hoe zou het zijn als je mensen uit de wijk hebt die daar kunnen werken? Je helpt jezelf mee vooruit. Je kunt een kinderopvang in gaan huren. En je kunt gaan werken aan je toekomst om weet ik veel waar je uitkomt. Maar het is nog lange tijd te veel gebleven bij dat vrijwilligerswerk. Hoewel dat al echt een hele grote verworvenheid is. En Maarten, ik zie je Deo kijkt heel vies, maar die is net al aan het woord geweest. En dus ik vraag, Aurora zit ook zo met haar hand onder de kin. Ja, je kijkt heel vies, Deo. Ja, daar wil ik straks nog wel even op ingaan. Nog even geëmancipeerd worden daar. Maar Aurora, ik zie jou ook heel overduidelijk zo een soort demonstratieve. Ja, en net een steekt heel beschaafde vinger op, maar die is ook giftig. Inderdaad. Nou, dames, Aurora eerst. Ja, ik vind het, ik sla op
op van alles aan eigenlijk. Kijk, ik denk in eerste instantie denk ik ook echt aan bewustwording. Hè? Want je kunt pas iets effectief veranderen of situatie of vrouwen in het arbeidsproces in dit geval. Als je bewust van bent van wat er dan zeg maar uit balans is, laat ik het zo maar zeggen. En dan merk je gewoon dat we heel veel bezig zijn met concrete doelen. Streefcijfers voor vrouwen, vrouwen aan de top en zo. Maar als je niet het denken, het achterliggende denken verandert, wat bij ons allemaal zit, hè, dus ook bij die vrouwen zelf, ook ja, bij mannen, maar ook bij onszelf, dan verander je niet effectief iets. En als je bijvoorbeeld kijkt naar, ik heb bijvoorbeeld 10 jaar geleden heb ik een managementopleiding gedaan en dan krijg ik letterlijk tips als, weet je wat je doet? Als je een vergaderzaal inloopt, dan gooi je je sleutels van je Audi op tafel om gewoon even de toon te zetten en te laten zien, hè, van wie heeft de grootste. En toen dacht ik echt van, ja, aan dat soort managementopleidingen voor vrouwen wil ik helemaal niet meedoen. Want dan wordt er aan ons gewerkt, terwijl ik denk dat je aan het systeem moet werken en aan bewustwording moet denken. Ja. En ook kijk ik als laatste ook naar mezelf, hè, want toen ik kinderen kreeg, toen was het de vraag van nou, wie blijft er, wie gaat er merendeel voor de kinderen zorgen? En toen merkte ik toch dat ik zelf dacht, oh, dat doe ik. Ik wilde het zelf, dus dan denk ik ook van ja, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Of je moet het gesprek weer opnieuw gaan voeren van nou, we zijn beide ouders, hoe kunnen we het zo goed mogelijk verdelen? Maar die bewustwording begint ook bij onszelf. En daar mag wat mij betreft ook echt wel aandacht aan besteed worden. Ja, mooi. Ja. Nevin, je had je vinger keurig zo beschadigd. Ja, nou, ik onderstreep heel erg als je zegt, we moeten het systeem doorbreken. En dat begint eigenlijk heel erg vroeg. Het is nog steeds, vrouw zorgt en de vader verdient geld. Dus daar moeten we naar een andere balans toe. Als je naar de cijfers kijkt in Nederland en ook ons hele systeem, ons belastingssysteem, ons werksysteem, zelfzorg en onderwijs is heel erg op dit gehoor. Kinderopvang, alles is hieromheen nog steeds. Anno 2021 zijn we georganiseerd. Ik vind het heel erg schrikbarend, mm-hmm, maar het is zo. Hier ligt de kern. En als je kijkt naar de cijfers, de helft van Nederlandse vrouwen is economisch afhankelijk van hun man of van de overheid. Dat vind ik nogal wat. Ja, ja, ja. En als je kijkt naar armoedecijfers, wie zit het meest in armoede? Dat zijn vrouwen. En het gaat ook hun hele levensjaar door. Ja. Ook op hun oude leeftijd. Dat vind ik echt heel erg schadelijk. Daar moet een einde aan komen. En ik vind, we begonnen ook mee over, dus wat dat betreft denk ik, ja, vrouwen doen heel veel werk. Wel als vrijwilliger, ook als zorgtaak nemen ze op zich. Maar daar staat geen Vergoeding tegenover, dus dat moet als eerste veranderen. Ik vat even samen, want ik heb nog een paar minuten en ik wil nog een paar minuten, maar we zijn het over eens. We zijn ten eerste niet met Maarten oneens, dat wil ik nog even zeggen, want we sloegen allemaal aan, maar we zijn het niet met hem oneens. Het systeem, het systeem wat te grondslag ligt aan onze hele functioneren, daar moet grondig naar gekeken worden om dat op een andere manier in te richten. Sascha, had jij... Daar sloeg je daar ook op aan. Was dat ook wat jou triggerde? Ja, ik wil iedereen aanslaan. Zeker bij Deo, die zegt van dat we in ieder geval, waarom zitten vrouwen voornamelijk in het vrijwilligerswerk? Omdat ze dan flexibel kunnen omgaan met hun werktijden. En de man zegt, doe het als het maar geen invloed heeft op de kinderen en op de huishouding, et cetera. Betreft bewustwording. Ja, mijn moeder is op haar 45ste haar traditionele kleding, want die had ze tegen haar zin aan, heeft ze die weggehaald. En ze heeft een broek en een blouse aangedaan, want ze zegt, ik vind het belangrijk om mijn dochters een goed voorbeeld te geven. Dus het begint echt bij jezelf als je iets wil veranderen. Ik heb een koningspaar thuis, een dochter en een zoon. En ik merk daarbij ook al van dat papa zegt, hij wil graag met auto's spelen, want hij is een jongen. Geef haar die pop, terwijl zij ook gewoon met autootjes wil spelen. Dus daarbij moeten we al snel in handelen als we zien wat de aandachtspunten zijn en wat iemand leuk vindt. Dus het begint echt al vanaf jongs af aan. En de moeder heeft daar denk ik wel heel veel invloed op. Ja. Ja, ja. Je hebt nog 2 minuten.
Twee minuten. Mag je hierop reageren? Ja, dan wil ik toch even een opmerking maken. Namelijk dat zeker de laatste 10 jaar heel veel betaald werk... Dat kapot bezuinigd is en dat dat nu allemaal vrijwilligerswerk is gedaan, wat dus weer onbetaald wordt gedaan door vrouwen. En het was dan ook wel vaak vrouwenberoepen die dan gewoon keihard wegbezuinigd zijn. En dan mag het allemaal gratis, want vrouwen die mogen wel gratis werken. Ik word een beetje cynisch, sorry, het is niet aan jou toe, maar het is een hele akelig systeem waar wij in zitten. En het systeem, ik zeg, het systeem moet veranderd worden, maar de verandering die nu in het systeem gaande is, is eigenlijk contraproductief aan de vrouwenemancipatie, zeg je. Ja, zeker. Volgens mij hebben we, en we gaan even kijken naar een filmpje, dan zijn we zo terug. Ja, ik denk van wel. Weet je wat het echte probleem is? Alle andere dagen van het jaar zijn eigenlijk nog altijd mannendag. En in die zin denk ik dat het gewoon heel belangrijk is om toch tenminste 1 keer per jaar een internationale vrouwendag te hebben en te organiseren. Vanochtend heb ik een heleboel cijfers gehoord waaruit blijkt dat er toch nog grote verschillen zijn tussen mannen en vrouwen op de universiteit, maar ook daarbuiten. Maar je hebt het over de universiteit vooral. Dus ja, ik had wel het gevoel dat het echt nodig was, ja. Ik heb dus iets van als wij nog niet 50% van de vrouwen in de Tweede Kamer hebben, dus dat nog niet de helft van ons de samenleving ook vertegenwoordigd is daar, dan kan je er niet echt sprake, is er nog niet echt sprake van echt een goede doorgevoerde feminisering, als ik eerlijk ben. Ik heb vanochtend nog gehoord van landelijk netwerk vrouwen hoogleraren dat 19% van alle hoogleraren maar vrouw is. En dat is natuurlijk eigenlijk heel weinig als we kijken naar hoeveel vrouwen afstuderen, want dat zijn er meer dan 50%. Dus dan kun je toch wel zien dat er best wel een daling is en we vragen ons heel erg af waardoor dan en wat. Ja, blijkbaar moeten we daar met z'n allen nog ons heel hard voor maken. En dus denk ik dat er een vrouwendag zeker nodig is. En ook heel goed dus dat dat gebeurt en dat we hier met z'n allen zijn. Ik denk dat in een land als Nederland mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn gewoon. Dat is vanzelfsprekend. Maar ik denk dat een vrouwendag goed is om mensen erop te attenderen dat het niet overal zo is in de wereld. Omdat er nog een boel landen zijn... waar vrouwen nog minderwaardig zijn. Juist die gelijkheid heb je eigenlijk nodig om ook het verschil tussen mannen en vrouwen te kunnen vieren. Want ik denk dat dat vaak een misverstand is, dat mensen denken dat het alleen maar om gelijkheid gaat, maar dit is het niet. Mannen en vrouwen zijn niet hetzelfde. En juist om die verschillen al echt op een positieve manier te kunnen beleven, heb je in eerste instantie die gelijkheid nodig. Ja, actually I don't think so. It should be just every day. Why do we need to choose one day to be Women's Day? I think we need to be with women all the time, every day. Like we give also Valentine's Day, I don't like it because it's one day and the love is every day. And for women, I don't even think it needs to be a special day. We need to make it just normal thing that women, men are equal and that's it. Nou, dames en heren thuis, u zat gewoon rustig een filmpje te kijken, maar potverdikkeme, hier ging het er heet aan toe. Ik dacht, nou even 2 minuten benen strekken. Nee. De discussie ging hier knetterhard verder, want ja, Deo, je had hem wel in snotje. Je had hem bij ze lurven. Hoe zeg ik dit netjes? Nou, dit is netjes. Dat is zo, hè? Ja, want, ja. Nou, ik zeg gewoon niet netjes. Maar Nevin, jij zei ook van, ja, maar daar zit hem. Ja. Wijs hem nog eens aan waar die zit. Het zit hem daar. Dat zit hem bij al die bezuinigingen die op sectoren waar veel vrouwen vertegenwoordigd zijn in de sociale sector, maar ook in zorg, in onderwijs. Daar zit het hem in. En wat zie je nu? Je ziet het weer terugkomen als vrijwilligerswerk in de wijken, dichtbij, als mantelzorger of speeltuinbeheerder of buurthuis, allerlei functies of daaromheen. Vrouwen creëren zelf ook wel werk. En we maken er allemaal gebruik van, dankbaar gebruik van. Het is allemaal dienstbaar werk. Dus in die zin denk ik van ja, overheid moet dat gewoon doen. Ja. En honoreren. Ja. Werk van maken. Zeker, werk van maken. Ja, mooi. Yes. Shika, ik kom zo bij jou, want jij had een hele interessante opmerking. Maar ik wil heel even eerst Maarten, want ja, jij, sorry, ik zei jij en ik wijzen ook nog erbij. Oh.
bent natuurlijk overheid. Hè? Het lekker makkelijk natuurlijk voor de gemeente, want het is gewoon wegbezuinigd, al die taken. En lekker dat al die vrijwilligers dat doen. Dus hoe genegen is zo'n overheid dan om te zorgen dat dit doorbroken wordt? Ja, dat noemde de koning de participatiesamenleving in die beroemde troonreden. En dat is waar we het allemaal over hebben. Ja. En op zichzelf is er niks mis mee om te kijken wat mensen zelf kunnen. Zolang mannen daar aan bijdragen, zou ik het sowieso ook van harte aanmoedigen. Maar als je ziet dat toch dat heel veel zorgtaken op de schouders van vrouwen terechtkomen. Ik heb echt heel vaak hier gesprekken over gehad dat vrouwen niet eens voor hun eigen familie, maar voor hun schoonfamilie gewoon de hele dag klem zaten omdat ze iemand die dementerend was aan het verzorgen waren en ze niet meer wisten wat ze moesten. Nou, dan kun je je leven wel redelijk stopzetten als je daar mee te maken krijgt. En dat doen ze dan nog steeds met liefde, maar het vreet wel aan je en op een gegeven moment is het gewoon een keer op. Ook net als de zorg voor kinderen. Dat zullen vrouwen oneindig blijven doen, ook al zal een man het niet aanpakken, maar je kunt jezelf niet ontwikkelen. Dus inderdaad, laten we daar letterlijk werk van maken. Er is niks mis met dat werk. En als je kiest voor zo'n baan, misschien dat meer vrouwen kiezen voor kinderopvang of voor hulp bij huishouden, thuiszorg, is prachtig. Maar verdien er dan gewoon je boterham aan. Dan krijg je veel meer gelijkheid in een huwelijk. En dat is ook meer een samenleving waar ik voor sta. En om het heel concreet te maken, naar aanleiding van de hele kinderopvangtoeslag, laten we alsjeblieft er gewoon voor zorgen dat alle kinderen naar een crash kunnen of een voorschool. Daar zit daar heel veel werk in. En vrouwen krijgen echt heel veel meer ruimte om zich te ontwikkelen. Ja, mooi. Ik vond het mooi, je zei participatiesamenleving, waar de koning het over had. Heel mooi, als je ook de mannen daarin betrekt. En dat is eigenlijk het punt wat jij maakt en wat Urja hier ook in de Zoom-chat zegt. Bewustzijn van patronen en conditioneringen. Mannelijk en vrouwelijk zit zowel in mannen als in vrouwen. Weet je, jij zei net, ja, we moeten eigenlijk even ook met elkaar toe, hebben we nog wel het juiste mensbeeld? En het beeld van mannen en vrouwen en taken en rollen, kan je dat? Nou ja, van bovenaf bekeken, als we, ik zelf hou heel erg van om de nuance altijd erbij te betrekken. En dus ook inderdaad vanuit mijn mens zijn, die ik ben, is het belangrijk voor mezelf van wat maakt een mens mens en wat maakt een mens tot mensheid. Dus ik probeer ook van binnenuit voor mezelf te voelen en te bepalen welke waarden ik nastreef, die belangrijk zijn voor mezelf, maar ook voor een ieder, voor alles en iedereen. En nu hebben we het over wel betaald, niet betaald. Maar in niet betaald zit evenveel waarde, zo niet meer, wat mij betreft, als betaald werk. Als we het niet betaalde werk in betaald werk zouden gieten, dan kom je dus in een professionaliteit. Dan is mijn baan het helpen van een demente mevrouw of een meneer. Dan mis ik daarin dus de nuance eigenlijk. Want we zijn mensen en we kunnen elkaar dus, we hebben ontzettend veel in huis om elkaar gewoon ook te ondersteunen en te helpen. Dat is een, vanuit een altruïsme, om maar even, sorry, een duur woord te gebruiken. Maar dat hebben wij ook als mensheid. Snap je? Dus ja, er zijn verschillende ingrediënten. Ik snap het en ik vind het, je zegt het ook prachtig, maar ik denk dat Nevin straks de vinger gaat opsteken. Maar we zijn natuurlijk een op geld gedreven economie. Hè? Dus ja. Het is, je levert een dienst en je krijgt geld. Maar dus dat vrijwilligerswerk of die mantelzorg of die zorg of de bijdrage die je levert aan de maatschappij. Ja, er zit geen... Je kan wel zeggen, ik heb voor mijn buurman gezorgd, maar daar krijg je geen brood bij de bakker. Nee. Nee, Rolinde steekt ook de vinger op, maar die heeft geen microfoon, dus dat wordt lastig. Die moet iemand iets in... Nevin, ik geef jou ondertussen het woord als een microfoon komt zo. We roemen ons dat wij een gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving hebben en daar naartoe willen groeien. Inderdaad, al die mooie... humane beelden, daar ben ik ook van, maar we hebben hem niet zo georganiseerd. Dus dit is wel de werkelijkheid. Dat klopt. Dus ja, dat is daar wil ik naar terug. En dat kan alleen ook met een goede overheid die zegt van, zich bekommert, zegt van, hé, dit is ongelijkwaardig voor vrouwen. Ik bedoel, ook als er zitten heel veel vrouwen onder het sociaal minimum.
te leven. Mm-hmm. En ook kinderen op te voeden. Ja, daardoor, maar, en daardoor en ook hebben, heel veel kinderen in armoede. We hebben een, net in het filmpje vooraf hebben we een vrouw aan het woord gezien. Die ook kinderen heeft. Alleenstaande moeder. Weet je hoeveel inkomstenbronnen voor zo'n vrouw aanwezig is? Zij moet 13 inkomstenbronnen raadplegen, aanvragen om een beetje op een sociaal minimum uit te komen. Ja, dat is toch schandalig? Dat is ook krankzinnig. Ja. Rolien, ik geef jou heel even het woord en dan moet je de microfoon teruggeven aan Sasha, want die zit ook met de hand omhoog. Ja. wat ik in het gesprek nu nog niet heb horen vallen, en dat mis ik wel een beetje, want in principe wat Chica aangaf van, oké, weet je, mensen zijn vrijwillig bezig, menswaardigheid, dat allemaal, dan heb je een professionalisering. Maar wat ik nog niet heb gehoord in dit gesprek, is een pleidooi voor het gegarandeerde basisinkomen. Die wou ik er even in gooien. Ik dacht eigenlijk dat Neven hem erin zou gooien. Ja, maar, nou ja, ik zat net het moment af te wachten. Daar ben ik heel erg voor. Maar je zei ook net van, maar het ik denk dat niet alleen ook, basisinkomen. Ik denk dat basisbanen nodig is. Dat we dat creëren. Zeker die toeleiding. Want naar die arbeidsmarkt blijf ik belangrijk vinden. En ook inderdaad basisuitkering gewoon. En laten we beginnen, zodra je over basisuitkering hebt, dan basisinkomen hebt, dan begint iedereen te zeggen, ja, onbetaalbaar. En moeten dan ook al die rijken dat krijgen? Nee, laten we dat niet eerst heel erg opentrekken, maar laten we wel beginnen bij mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die nu in de uitkering zitten. Die maand weer hun allerlei ingewikkelde formulieren en controles moeten doorstaan. Mensonterend. Ik denk dat we daarvan af moeten. Ja, en het geld wat je bespaart doordat al die mensen die rare aanvragen niet meer hoeven te doen, toch? Dan kan je heel wat Ja, en controles. En dan controles. Weer allerlei affaires. Ja. Toeslagen. Ik kom affaires. Zo bij je, maar ik heb Sasha, nou, die is er en de microfoon afgepakt en twee keer de hand opgestoken. Dus ik vind dat ze nu het recht heeft. Oh, nu ga ik heel verhaal vertellen. Ja, doe maar. Niet meer stoppen ook. Nee, Rolien heeft het grootste deel al verteld. Dus ik ben ook zeker voor de basisinkomen. Los van het feit dat wij, denk ik, te kort denken, want ik heb creatieve oplossingen bedacht om mijn mensen in loondienst te zetten. Ondanks het feit dat ik enkele jaren subsidie onafhankelijk ben geweest. Dat gaat je wel aan het denken zetten. Dus het feit dat, dat er mogelijkheden zijn, een nulurencontract en een dochter die voor de familie zorgt, die heeft recht op een PGB. Dat zijn allemaal vormen waarbij een soort van loon kan worden uitgekeerd. Mm-hmm. En die gewoon op papier moeten komen te staan. Alleen de meeste mensen die hebben geen flauw idee waar ze naartoe moeten om een nulurencontract in orde te maken. Hoe zij een PGB moeten aanvragen. Dus als er nou een simpele oplossing komt om dat te vermakkelijken, zodat die mensen gewoon betaald kunnen krijgen, volgens mij zijn we al een stap verder. Ja, maar wat ik dan ook zo mooi vind, want het thema dit jaar is invloed met impact, hè? De kracht die er dan zit in jou, want jij kan dit allemaal, jij woont hier gewoon in de wijk, hè? Ja. Jij bent gewoon de kracht van de wijk. Ja. Dit triggert, want dit is heel mooi dat wat Shazia zegt, dat zij dus wel in staat is om een weg te vinden in al die toeslagen situaties waar we net over die verschillende inkomstenbronnen hadden. Want het is niet overzichtelijk voor iedereen, maar jij maakt het overzichtelijk, jij maakt er gebruik van. Maar het lukt, gemeenten kunnen dat niet eens. Dus er zitten allerlei schotten, waardoor zij dit wat jij kunt doen, hè, als sociaal ondernemer, kunnen de gemeenten niet. Dat houdt de wet tegen. Jij hebt het wel ontdekt. Bizar. Nee, volgens mij is het het feit ook al dat je gezien wordt. Ik denk als 17-jarige dat ik begonnen ben, mm-hmm, had niemand het vertrouwen in dat ik het zo ver zou kunnen schoppen. Ondanks het feit, Nevin. Ja, echt waar. Dat was je hebt dat steuntje in je rug nodig om te laten zien wat je kan. En binnen gaat ze, denk je, in jouw voetsporen treden. Dat ze nog verder. Het zal niet zo lang duren. Als de kinderen iets groter zijn. Ja, zeker.
Ja, want dat is ook, we gaan vanavond ook nog een debat hebben, maar ik ben ook wel benieuwd naar die volgende stap, hè? Want ik zat er al een beetje aan te rommelen. Ik zei tegen Maarten, Mona die doet ontzettend veel organiseren met die zwemles. Dat zijn gewoon zulke krachtige vrouwen. Als je het dan hebt over impact met invloed, dit zijn vrouwen, ja, tuurlijk wil je ze in je wijk houden. Kan ik me goed voorstellen, Maarten, want het loopt hartstikke lekker hier. Maar dit zijn vrouwen die moeten de wereld verbeteren. Zou jij leuk dat ze hier in de wijk zo goed bezig is? Maar dit is iemand die net als Nevin straks wetswijzigingen moet gaan regelen, zodat het systeem veranderd moet worden. Ik ben heel benieuwd of we er vanavond ook kunnen kijken naar hoe kan je nou die doorstroom en dat stimuleren? Ja, dus een tandje groter denken dan, ja, dan alleen maar hoe kunnen we die hele kleine stap maken. En soms word je daar ook op gecorrigeerd, hoor. Ik had echt een gesprek wat ik met Malika, vriend die van de Dappere Dames had, heeft voor mij ook weer die ogen geopend. Dat ze, ja, jullie bedanken me altijd voor dat we zo lekker gekookt hebben. En dat vind ik heel lief, maar we kunnen zoveel meer. En dat is ik zeg maar, ja, ik zie ook altijd koken en dan zijn jullie achter die tafel en zo. Hoe kijk je er dan zelf daartegen aan? En ja, we willen juist die waardering hebben en we kunnen voortbouwen aan iets groters. En ik zie ook echt wat ze kunnen. Maar soms moet je ook gewoon door een ander perspectief gaan kijken naar wat een organisatie in zijn mars heeft. En daarom ben ik heel blij dat we met de Dappere Dames en ook met de dames van de speeltuinvereniging het zelfbeheer van Batavia nu aan die groepen hebben gegeven. Ik ben een heel jaar lang aan gewerkt om dat op een goede manier te doen. En daar kunnen zij nu aan door gaan bouwen en zorgen dat veel meer een centrum wordt waar activiteiten voor met name de kleinste kinderen. En dat is natuurlijk ook de volgende stap. Hoe ga je kinderen goed begeleiden om die kansengelijkheid te vergroten? En dat vind ik, dat soort dingen. En daar komt het ook op aan, dus aan ons, hè, als overheid, om dat tijdig te zien. Maar ook aan die organisaties om tijdig hun hand op te steken en te zeggen, volgens mij, wij willen meer en we kunnen meer. Hoe gaan we daar komen? Hoe gaan we de komende 3 jaar werken aan die droom die we hebben? En dat is ook wel een beetje de droom die ik in jouw verhaal terug hoor. Durf die uit te spreken. Dus ja, in de Indische buurt zijn we echt gezegend met zoveel initiatieven. Maar laten we voor de komende jaren kijken hoe we die kunnen consolideren, maar ook kunnen uitbouwen tot een verdienmodel. Nee, dat klinkt erg verkeerd. Ja, dat klinkt verkeerde woorden. Ja, verdienmodel, BV Indische buurt. Nee, tot gewoon buurbanen, tot buurbanen, echt werk. Ja. Ik vind wel, want ik wil eigenlijk nog heel even voordat, want we hebben niet zo gek veel tijd, even een ander themaatje erin gooien dan. Want je roept ook van, nou, we hebben ontzettend veel initiatieven, zijn we heel blij mee. Maar gaan die initiatieven ook niet een beetje schuren soms, of elkaar beconcurreren, of in de... Of zeg ik nu iets heel raars? Want uit mijn verleden weet ik wel, toen ik nog bij de gemeente werkte, dat ook nog wel eens wat conflicten kon opleveren. Ja, dit is mijn groepje mensen, mijn probleem. Dit zijn mijn vrouwen die ik ga empoweren. Hoe voelen de dames dat hier? Er wordt wat geknipt. Mag ik dan maar spreken, al ja, gezien ik een buurthuis heb? Natuurlijk wil ik de beste buurthuis van Amsterdam zijn. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dus dat is. Maar dat kan je pas worden als je op langere termijn het onderscheid laat zien. En niet hetzelfde gaat doen zoals andere buurthuizen het ook al doen. Omdat we de standaard subsidies krijgen. En we hebben het standaard beleid. De overheid moet zeker ook buiten de lijntjes kleuren. En daar ben ik blij omdat je gewoon nu tegenwoordig gewoon kan praten. Vroeger was het een heel proces om te gaan praten met het stadsdeel, de overheid. En nu kan je gewoon aan tafel zitten om te zeggen van hoe je het ziet. Ik denk dat ik als buurthuis ook zeker de uitzondering maak door nu een vrijwilligersvergoeding te geven aan de mensen. Terwijl er overal en ergens wordt betaald met makkies. Mm-hmm. En daarmee heb ik al een eerste stap gezet om te zeggen van ik accepteer geen makkies. Hoe doe jij dan een vrijwilligersvergoeding geven? Want dat is toch niet beleid hier? Nee, klopt. Dus ik doorbreek het beleid. Je doet inderdaad gewoon, je zegt gewoon, ja, doei. En dat is denk ik het punt. Ja, want dat is impact. Ja, en ik ben heel blij dat ik daar tot nu toe door het stadsdeel niet ben aangesproken. Ik mag het formeel niet horen, maar ze heeft het al 3 keer aan zo'n tafel verteld. En soms moet ik daar op 2 manieren op antwoorden. Enerzijds hebben we het geld echt niet als we dat overal zouden doen. En tegelijkertijd ben ik ontzettend met je eens. Ja. Dus ergens moeten we gewoon een keer dat zien te doorbreken en daar naar die stap gaan zetten. Nou, ja. Ik denk ook dat het ligt aan het bestuur of die eigenlijk de beslissingen neemt in het buurthuis ook. Ja. Los van dat ze zich houden aan het beleid. Maar is dit dan ook impact met invloed door vrouwen? Want je zit daar een beetje gewoon zo pittig als je nu zit, kan ik me voorstellen, de boel te bestieren. Ik kijk naar Maarten en die... Ja, zo doen ze dat. En dan gewoon besluiten dat je het anders wil. Is dat
hoe je verandering dan... Ja, in... ja wat ze doet is, ze is activistisch. Dat is mooi wat ze... En ik ken haar langer dan vandaag. Zij bekommert zich altijd om de mensen om haar heen, in de wijk. Dus ze blijft creatief nadenken hoe ze dat toch kan oplossen. En ze komt tot actie. En ook de bestuurder is een beetje activistisch. Dus die weet het, maar die grijpt niet in. Dus dat is een perfecte combinatie. Ja. Mooi. Wat ik Aurora ook wil zeggen, ik heb trouwens inderdaad heel veel bewondering voor Shazia, want ik heb haar al vaker gehoord, ik ben er nooit vergeten. En dan, ik denk echt dat dat inderdaad zijn voor mij de powervrouwen en de voorbeelden trouwens. Maar wat ik wel mis in dit gesprek is een stukje eigen verantwoordelijkheid, hè, van mensen. Dus als we het hebben over empowerment, dan denk ik van wat doen we ook met elkaar om mensen zelf in hun kracht te zitten, om zelf de juiste keuzes te maken en om in dat arbeidsproces te komen, om een opleiding... Ja, misschien dat ik nu de knuppel in het hoenderhok gooi. Nou, gooi je er maar het in, moet wel van allebei de kanten natuurlijk komen. Hè? Dus we kijken naar het systeem, we kijken naar de overheden, wat kunnen zij doen. We kijken zelfs naar mensen die dus gewoon voor andere mensen zorgen. Maar zorg je ook voor jezelf. Ja. Dus het is ook heel belangrijk dat we blijven werken aan het vertrouwen van mensen zelf. Wat kan ik zelf doen? Welke mogelijkheden heb ik? Dus dat stukje empowerment aan deze tafel heb ik nog niet gehoord. Nou, voor de mensen zelf. Mee. Iedereen knikt mee. Net dit is wel een belangrijk punt, maar je moet ook nooit vergeten dat je dat vanuit thuis niet allemaal zelf kunt bedenken. Wat je kansen zijn, wat je allemaal nog zou kunnen. Dus er is ook een gebied nodig, een mogelijkheid nodig om dat ook te ervaren. Die eerste stap is altijd heel erg eng. Ik bedoel, laten we wel wezen, dat is voor ons allemaal heel erg eng geweest. En sommige dingen blijven eng. Dus het is wel belangrijk dat er andere vrouwen zijn of andere mensen zijn... Die jou een beetje meenemen en laten ervaren dat je veilig wat kunt proberen. Ja, ja, ja. En dus wat ik altijd doe is tegen vrouwen te zeggen van, nou, ben je geïnteresseerd in de politiek? Loop een dagje mee. Dus zo zou iedere vrouw of iedereen kunnen beginnen om te zeggen van, proef het. Ja. Maak ervaring. Laten we ook zorgen dat we open... Ja. Ons werk en wat wij zelf kunnen ook openstellen voor anderen. Volgens mij is dat een hele belangrijke stap. Superleuk. Ik heb, Barda was hier vorige keer toen ik wat mocht doen. En ik heb tegen haar gezegd, volgens mij kan je dit heel leuk. Dus die gaat vanavond met mij co-hosten. Ja. Zeg, probeer het maar gewoon. Huh? Deo, jij zat... Ja, want het is natuurlijk punt 1... Iets wat uit jezelf moet komen, of in ieder geval uit je directe omgeving naar jou, waardoor jij als meisje ook gewoon kansen gaat zien en mogelijkheden gaat zien. Maar die mogelijkheden moeten natuurlijk ook wel geboden worden. En waar de naam, het woord participatiemaatschappij viel net. Nou, eerlijk gezegd, participatiewet, dan krijg je mij echt helemaal tegen het plafond. Ja, ik zag alleen je die ook naam weer al. Zo je gaan ziet kijken. Het helemaal. Ja, ja. Ja, want dat ligt namelijk heel, heel erg slecht. Omdat wij willen juist dus dat de overheden en vooral de gemeentes, dat die dus ook mensen in staat stellen om hun eigen talenten te ontwikkelen. En niet dat mensen dan aankloppen bij de gemeente of ja, ik zoek werk. Nou, weet je wat, ga eerst maar gratis ergens normaal werk doen. Hè? Vooral zonder betaling, vooral geen loon. Maar dat de gemeente zegt van oké, joh, wij gaan even een loopbaantest met jou doen. We gaan kijken van wat voor opleiding jij zou kunnen krijgen voor het werk wat het dichtst bij jou past. Dat is eigenlijk wat wij willen. En dat is een strijd die wij al jaren aan het voeren zijn tegen alle gemeentes in Nederland en uiteraard ook in Den Haag. Maar dat zou ik zo graag willen van gemeentes, dat die dan mensen en met name dan ook vrouwen gewoon in de gelegenheid stellen om te ontdekken van waar ze goed in zijn. Wat ze ook graag willen, wat ze leuk vinden en hoe je daar dan ook weer een betaalde baan van kunt krijgen. Ik zie Maarten wel aan de achterkant, hè? Of dan ben je al aan de achterkant. Nee, want dit hoort eigenlijk al op het moment dat je op planeet Aarde komt. Dat hoort kind. Natuurlijk te zijn. Maar we moeten dat nog bevechten. Ja, maar helaas. Dan hebben we daar ook een taak. Ja. Maar de taak begint natuurlijk gewoon in het gezin. Bij hoe dat meisje wordt opgevoed. Ik heb het over school. Ja, precies. Wat voor school en wat er gebeurt. Waartoe voeden wij een kind precies. op? Is ja. onderwijs... gerelateerd aan de fabriek of het kantoor waar het kind dan zeg maar naartoe gaat. Dus ze zitten... Ja, het is heel complex. Goedemiddag iedereen. Mijn naam is Gita Panju. Ik ben van Stichting Sadena. Als het ook die zei, iets net.
Dus ik wilde heel even hierop reageren. In 2019 hebben wij ook gelegenheid gehad om naar de Tweede Kamer te komen. En het was op uitnodiging. Ik had een bericht gestuurd naar een assistent om met mijn groep daar naartoe te komen. Dus zij heeft mogelijk gemaakt om met twee bussen daar naartoe te gaan met 16 personen. We hadden jong en oud in onze groep. Gita, mag ik je heel even onderbreken? Want ik vind het heel leuk dat je hiervoor inbreekt. Want Nevin heeft hier ook over verteld. Maar ik zie alleen je bovenkant van je hoofd. Dus je moet even je camera, want je bent... Dat vind ik zonde. Ja, Gita, welkom. En vertel nog even, want je reageert op dat Nevin zei van... Ja, je moet ook elkaar de gelegenheid geven om mee te lopen en te leren... En toen heeft Nevin een oproep gedaan van wie dit interessant vindt, meld je bij mij. En dat heb jij gedaan met je vrouwengroep. Nou, ze had geen oproep gedaan. Via had ik gehoord dat die mogelijkheid er is. Dus via Nevin zijn we daar gekomen. Dus dat was heel leuk, omdat ik Nevin ook ken van Amsterdam-Oost. Wij hebben toen die tijd een oorkonde gehad van haar. Wat ik probeer te zeggen, ik had in mijn groep jong en oud, man en vrouw. En er waren ook jongeren die op de mbo zaten. Voor hun was het een heel andere moment op dat moment dat dit ook bestaat, bijvoorbeeld. Kijk, je kijkt het journaal en zo, maar op het moment als je in zo'n omgeving terechtkomt en je ziet dat het gebeurt zo al en dat vrouwen op zo'n goede positie zitten. Dus daar gaat ook andere deuren voor de jongeren open van, hey, ik wil ook een dagje daar komen. Dit zijn allemaal positieve berichten wat je aan de jongeren en aan de moeders kunnen doorgeven van, hey, ga de wereld in, kijk even. Als je je eigen kring in je eigen kring blijft hangen, dan zie je de ontwikkelingen niet in de maatschappij. Dus het is heel belangrijk om van huis uit te komen. Om deel te nemen aan activiteiten en natuurlijk nog een stapje verder zetten. En Gita, dus, ik vind het heel mooi hoe je dat vertelt. Hè? Maar nou vraag ik me ook nog af, want jij zegt ik ken Nevin al nog vanuit de wijk. Helpt het dan ook dat het iemand is die je kent, die uit je eigen buurt komt, die je dan laat zien wat er ook mogelijk is? En dat je helpt dat nog extra, denk je? Ja, de kennis ervan hebben. Kijk, als je de kennis ervan hebt, dan weet je wat zijn de mogelijkheden. Ik zit ik ben al 15, 16 jaar actief ook in de buurt naast mijn werk. En wij hebben een vrouwenorganisatie destijds ook opgezet. Vrouwen zijn opgeleid. Ze hebben hun eigen kleine bedrijfjes ook opgezet. We hebben vrouwen ook gemotiveerd en gemobiliseerd om een opleiding te volgen. En ze werken ook hier in de buurt. En daarna heb ik mijn eigen stichting weer opgezet, met name voor de Hindoestaanse gemeenschap. Hier neem ik heel veel Hindoestaanse mensen mee, ouderen ook en jongeren ook, zodat ze de kennis ervan kunnen ervaren. Wat zijn de mogelijkheden buiten hun eigen kringen? Want je merkt wel, meestal blijven ze in hun eigen kringen hangen en meer weten ze niet. Kijk, nu op dit moment, omdat we ook gelegenheid hebben gehad om naar de Tweede Kamer te komen. Dus er wordt ook gepraat van, hey, er is ook een deur waar we naartoe kunnen gaan. Gita heeft de mogelijkheid helemaal tot daar te komen. En waarom kunnen wij dat niet proberen? Dus het is ook een beetje zien en zelf willen proberen. Dus dit zijn de dingetjes wat mensen moeten zien. En het zelf ook proberen en de kans en de gelegenheid benutten. Ja. Kijk, en Gita, nu ik je toch aan de lijn heb, ik ga straks even naar Nevin om te vragen, want die wilde er ook wat over zeggen. Maar ik heb je nu toch hier binnen. Ik hoor jou zeggen van, je hebt een gezin, je hebt een baan. En daarna heb je nog de ene stichting na de andere stichting het leven ingegooid. En het thema is Internationale Vrouwendag, invloed en met impact. Wat is nou jouw motivatie om dat allemaal nog te doen naast je gezin en naast je baan? Kijk, natuurlijk kom ik ook uit Suriname. Hè? En op het moment toen ik vandaag vertrouw, dacht ik van, ik wil wat meer bereiken dan alleen maar huisvrouw zijn. En toen ik eenmaal hier was, via mijn vrijwilligwerkzaamheden en mijn eigen opleiding en zo, van de een kwam de andere, ik rolde gewoon in. En de motivatie ervan is, het is wel leuk om andere mensen ook te helpen.
natuurlijk je zorg voor je gezin, maar daarnaast dat je ook iets goeds doet voor je medemens. En daardoor krijg je ook energie. En ja, als je weer een feedback krijgt van mensen die je geholpen hebben bijvoorbeeld. Of je ziet mensen, je gaat naar Onze Lieve Vrouw gaan zijn, dus je ziet een iemand die daar werkt, die je ook geholpen hebt. En die zegt van, hey Gita, hoe gaat het? Ik zit nu hier. Dus dat zijn allemaal positieve dingetjes die je doet. En dat, daarop heel goed wordt gereageerd. En daar word je heel vrolijk van. En denk je van, goh, het is wel leuk om te zien. En ze kunnen hun gezin goed onderhouden. Ze kunnen de kinderen ook wat meer bieden. Dat de kinderen ook nog verder kunnen studeren. Dat ze niet blijven alleen maar één kleine opleiding. En dat het daarbij blijft. Nee, omdat ze in hun portemonnee ook goed zitten. Dan kunnen ze ook meer bieden aan hun eigen kinderen. Dus dat zijn allemaal positieve dingen. Echt heel mooi, Gita. Dank je wel. En ontzettend fijn dat je even inbrak. Heel goed dat je dat deed. Dank je wel daarvoor. En ik geef dan even, want jij wilde sowieso zeggen, die uitnodiging staat nog steeds. Hè? Dus als iemand thuis zit te kijken en denkt, nou, ik wil dat wel eens zien. Zeker. Wat doen ze dan? Bellen ze je, mailen ze je, appen ze je? Hoe werkt dit? E-mail werkt altijd heel erg goed. En .uzetok@tweedekamer.nl. Ik ben op de socials actief, dat kan ook. Ja. Dus ik ben makkelijk te vinden. Helaas door corona heb ik die mooie momenten moeten stoppen. In de kamer lukt dat niet. Maar we kunnen natuurlijk ook overgaan tot Zoom-sessies. Dus ik zou nu eigenlijk, omdat we dat niet live in de Tweede Kamer kunnen doen, kan ik wel vanuit de Tweede Kamer misschien een rondleiding Zoom maken. Dus cool. Ik ga eraan werken. Ja. Maarten, is dat ook niet iets voor de gemeente? Dat mensen eens even meekijken van hoe zou dat zijn, een baan bij de gemeente? Absoluut. Nee, zeker hier binnen de stad is wel altijd welkom. Die afstand is ook helemaal zo groot natuurlijk niet. Soms zijn de afstanden lijken enorm, maar gewoon even naar het stadsdeelkantoor komen is echt altijd plek om te praten. Of ik kom gewoon hier in de Meevaart bijvoorbeeld zitten. Ja. Dat kan altijd helpen en het is ook altijd goed om gewoon, de overheid is er niet alleen maar voor loketten of voor aanvragen, maar je kunt ook gewoon eens een probleem bespreken en kijken waar we kunnen komen. Dat is voor mij ook ontzettend leerzaam. En ik hoop ook echt, volgend jaar zijn er natuurlijk weer verkiezingen ook in het stadsdeel. Nog heel onduidelijk hoe die raad eruit gaat zien. Maar daar kunnen we ook nog wel een diversere club mensen natuurlijk altijd weer gebruiken. Ook nog meer weer mensen uit de buurt die zeggen, ik wil opkomen voor dingen die ik belangrijk vind. Dus dit is ook wel het moment om daarover na te denken. Nou, dat is ook wel grappig. Ik dacht even van, nou, ik ga een oproep doen. Ik wil graag herkozen worden. Maar je ging juist een oproep doen. Voor, ik moet mezelf overbodig maken als man natuurlijk, als ik in deze dag. Nee, het is. Ja. We hebben een bestuur met 3 mannen. Dat kan helemaal niet in Oost. Dat kan helemaal niet. Nee. Nee, maar dat zijn wel dingen, als je het hebt over, kan ik dat of wil ik dat? Natuurlijk, iedereen die we nu noemen zo. Hè, je hebt hier een paar knettergoede vrouwen zitten hoor in die wijk. Ik zou zeggen, dames, schroom niet. Bel even Maarten en kijk even of een politieke carrière iets voor dus je is. Ik kijk ook even naar jou. Ja. Kijk even. Ja. Ik wil graag, want ik moet naar een afronding. Heel goed zo. Ik wilde dus naar een afronding toe en dat wilde ik bij jou doen, want ik ben met jou begonnen even. En je wilde ook eigenlijk nog een vraag aan Deo stellen, maar die heb ik je ook ontnomen. Dus ik was misschien even eerst bij de vraag. Ik was geïnteresseerd omdat jij zei, wij doen ons best hè, om bij de gemeente dit voor elkaar te krijgen. We krijgen nee op het request. Is dat bij alle? Heb je ook positieve ervaringen van gemeenten? Dus daar was ik benieuwd naar. Oh, goeie vraag. Of zijn ze allemaal hetzelfde? Ja, goeie vraag. Hoe zeg ik de taxvol? Nou, dat is gezegd eigenlijk, het is overal het moeilijkste. Nee, het is buitengewoon moeilijk. Okay. Het is eigenlijk heel triest. In vrijwel alle gemeentes waar wij actief zijn, en dat is bijna alle gemeentes in Nederland, als we even praten over de bond als geheel, dan als je dan praat over van ja, maar hoe kun je nou mensen echt daadwerkelijk aan betaald werk helpen, dan is het eigenlijk overal hetzelfde en dan omdat het in de participatiewet zo zou staan, dat is niet waar, want de participatiewet is eigenlijk een wet die bestaat vol met mazen. De gemeentes mogen het allemaal zelf doen. Mm-hmm. En eigenlijk is er geen enkele gemeente die vooral uitgaat van, we gaan eerst eens even kijken van wat jij graag zou willen, wat je talenten zijn en hoe we jou een echte opleiding geven tot een echt baan waar ook echt behoefte aan is. Ja. Maximale wat we uit weten slepen is een
driedaagse cursus tot heftruckchauffeur of een taxipas. Nou, dat zijn in beide gevallen zijn dat toch banen waar eigenlijk al een enorm overschat zit. Maar er zit de, het is niet gericht op banen waar echt de toekomst in zit. Sorry, ik moet naar een einde. Ik zie Neven een aantekening maken. Dus die gaat ergens... Hier kan ik die gaat, over doorpraten. Die gaat ergens iets boos roepen, denk ik. Zeker als het om dit onderwerp gaat, dan blijf ik roepen. Ik blijf strijden voor gelijkwaardigheid en vrouwenrechten. Dat heb ik de afgelopen tijd ook gedaan vanuit de Kamer. Ik ben begonnen met een wet, initiatiefwetsvoorstel samen met PvdA en SP en 50+. Dat heet gelijke beloning voor vrouwen en mannen. Je zal het niet geloven, maar zelfs in dezelfde functie verdienen vrouwen minder dan mannen. Ja. Het is helemaal uitgerekend, ook allerlei correcties gedaan op het gebied van of je deeltijdbanen hebt of niet. Maar dit verschil blijft 14% minder. Ja, dat is veel, dat hoor, 14%. Dat is veel. En het meest ingewikkelde is, je kunt zeggen van ja, maar zijn die vrouwen dan, komen ze dan niet in protest? Nee, dat kan niet, omdat ze dat gewoon niet zichtbaar is voor hen. Dus je moet er helemaal door allerlei systemen heen om dat zichtbaar te krijgen. Nou, de onderzoekers hebben dat al gedaan. En met dat wetvoorstel willen wij de werkgevers verplichten dat zij inzage gaan geven in hun loonstructuur. En daar ben ik heel erg blij om dat we dat hebben gedaan. Er is heel veel werk aan de winkel. En ik denk als ik ook in deze gesprekken van de week had ik ook een gesprek met vrouwen die zeggen ook van, zeker als het gaat om die toetreding tot de arbeidsmarkt. Die zeggen ook van, wij doen veel, wij kunnen veel, maar we hebben niet de mogelijkheid om het ook te laten zien. Kan er nou niet gezorgd worden voor stageplekken, net zoals bij jongeren. Ik vond het zo'n geweldig idee. Ik denk, ja, dat zou eigenlijk moeten zijn. Niet alleen bij de overheid, maar ook in de zorg, ook op het gebied van onderwijs. Misschien ook met bedrijven die in Oost zijn bijvoorbeeld, in Amsterdam zijn. Ik moet je gaan ontbreken, want er staat hier iemand yoga te doen met bewegingen van ik ben ver over mijn tijd heen. Het is gewoon gênant bijna. Maar ik heb goed nieuws voor de mensen thuis. Om 17:30 hebben we nog een talkshow die mensen ook kunnen volgen op Facebook en op YouTube. En dan ben jij gewoon weer hier. Dan ben ik. Dan pakken we hem weer op en dan gaan we verder. Dus voor nu wil ik al mijn gasten hier enorm bedanken. En jullie thuis ook. Mocht je nou denken, nou, dit heeft misschien niet iedereen gezien en moeten ze wel even zien. Verwijs dan gewoon even door naar het linkje en vanavond kijken. Hartelijk dank, was heel interessant. Dankjewel. Tot ziens. Talkshows maken we ook. Zeker, samen met politici, beleidsmakers, bewoners uit de wijk, bewonersinitiatieven. En die gaan met elkaar in gesprek over thema's die hier belangrijk zijn. Coronatijden, sociaal-maatschappelijke issues als armoede, het klimaat. Nou, zo zijn er nog een aantal te benoemen. Inclusie is een belangrijke. Democratisering, heb jij wel wat te zeggen in het stadsdeel en in de gemeente Amsterdam. De verkiezingen, dat zijn allemaal thema's waar we ons mee bezighouden. En dat doen we live op vrijdagavond. Maar dat is niet het enige dat we maken. We maken ook televisieprogramma's op basis van wat jij aan input aanlevert. Je kunt ons mailen, je kunt contact met ons zoeken via Facebook en YouTube. Waarom meer dan 150 programma's staan die allemaal met jullie gemaakt zijn. En nogmaals, zoek ons op. Onze redactie is bereid om met jullie in gesprek te gaan om ook jullie programma's bij ons te brengen. IBTV vanuit de Indische buurt, voor Amsterdam-Oost. We maken het belangrijke spannend.